feestdagen. Het is weer van dat. Hè. Eerst een hele dag staan slaven in de keuken. Hun nadien een indigestie eten. Gespeeld blij moeten zijn met de kousen die je krijgt van de bomma. En de dag nadien gegarandeerd koppijn. Niet alleen van de wijn, maar ook omdat Mariah Carey een hele avond op de achtergrond heeft staan kwelen. Met andere woorden, deze dagen wil ik liever ergens anders zijn. En gelukkig ken ik daar het ideale schuiladres voor. Zeker in deze periode, want tussen 17 december en 23 januari loopt hier in Autoworld Supercar Story. En dan is er uiteraard maar één man die ons daar alles over vertellen kan. We gaan op zoek naar Leo. Wat een collectie. Wat heb jij weer verzameld? Ja. Het is... Wauw. Ik ben zelf onder de indruk. Ja, ik mag het hopen, ja. Ja. Goh, en hoeveel zijn er in totaal? 44. 44? Ja. En je gaat ons nu zo de belangrijkste tonen. 44 superkaars. Ja. Ze zijn allemaal belangrijk. Ja, oké, okay, dat is waar. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel, dus maar we staan hier bij de oudste. Ah, oké. Okay. De oudste van deze tentoonstelling tenminste. Dat is een Alfa Disco Volante. Vliegende schotel van Touring Superleggera. Er zijn er 4 gebouwd, er zijn er nog 3 over. Dit is de enige roadster en die is ons ter beschikking gesteld door het M-Auto Museum in Turijn. Oké, okay. Dus ze komen echt van overgans de wereld. Van overgans de, allee, van in Europa. Maar wow. Ik moet zeggen, de meeste auto's komen toch uit België. Ah, toch? Uit Belgische collecties, amai. Ja. Geldt dat ook voor de volgende dat we gaan zien? Want ik zie daar absoluut. Een van mijn favorieten, jeugdhelden, ja. Als kind van de jaren 80. Een van de eerste posterkaars, ja, zullen absoluut, we zeggen. Absoluut. De F40, de laatste Ferrari die nog gebouwd is onder, en de goedkeuring heeft gekregen van Enzo Ferrari. Gebaseerd op heel veel Formule 1-technologie uit het begin van de jaren 90. Alhoewel, voor een Ferrari... Het is een 8-cilinder en geen 12-cilinder. Maar het is misschien wel de eerste Ferrari met een straatauto met een turbo. Oké. Okay. Dus als je een turbo hebt, heb je geen 12-cilinders. Nee. Ja. Mooie auto. Absoluut. Momenteel heel erg in de lift, omdat de mensen die in 1992, deze is van 92, de mensen die toen jong waren en die ervan droomden, die zijn sommigen toch nu op toppunt van hun rijkdom. En die doen zichzelf plezier. En dat ziet je dus in de veilingprijzen. De laatste 2 jaar zijn de prijzen voor de F40 eigenlijk geëxplodeerd. Oké. Okay. Ja, heel kostbaar. Maar ik zie daar nog iets staan dat volgens mij nog kostbaarder is. Ook een posterheld. De Porsche GT1. Ja. Porsche wou die auto hebben we trouwens gekregen dankzij... Porsche België. Het is een auto van het Porsche Museum. Okay. Hey, er zijn er maar 25 van gemaakt. Dus het is bijna een unicum. Hey, er was een racecategorie waaraan de Porsche wou deelnemen. En de regels zeiden, je moet 25 straatauto's maken. Dus die auto heette GT1 Straßenversion. Ja. Hey. Moet er geen Duits voor kunnen om te weten absoluut. Wat dat betekent. En het is dus eigenlijk echt een racewagen in straatversie. Wat dat mij verwondert is, je hebt het net al verteld, hè, het is dan super exclusief. Je zou dan denken, oké, we hebben hem, het prijsbeest, letterlijk en figuur. Ja. Maar dat blijkt dan nog niet de duurste te zijn van de collectie. Nee, maar er zijn er nog verschillende die duurder zijn. Maar ja. Bon. Ah, wel, en het rare is, dat ik had het niet verwacht dat dat hem precies zou zijn. Ook een posterheld, uiteraard zijn allemaal posterauto's. Maar ja... Van de die had ik toch niet verwacht dat hij echt zoveel waard zou zijn. Ja, we hebben nog iets duurder. Dat is de McLaren F1. De laatste jaren is er geen enkele geveild voor minder dan 20 miljoen. Wauw. Deze hier is ons ter beschikking gesteld dankzij Gignon. Die komt uit het BMW-museum uit München. Is verzekerd voor 24 miljoen euro. Dus dat is toch wel een hoop geld. Absoluut. Wat opvalt aan die auto, die is ontwikkeld door de grote Gordon Murray, die het succes van McLaren in Formule 1 op zijn konto kan schrijven. Die auto heeft 3 plaatsen. De piloot, zal ik maar zeggen, zit vooraan in het midden. En aan weerskanten is er plaats voor een passagier. En ik moet zeggen, ik ben er
gisteren is rap ingang zitten en die zetels, dat is echt wel comfortabel. Je hebt veel babyruimte. Alleen in- en uitstappen is een beetje... Ik ging net zeggen snel en praktisch, maar dan is dat nog niet zo praktisch. Ja, ja. Maar ja, als ik me goed herinner, dit is echt de supercar avant la lettre voor Bugatti, de Veyrons en dergelijke meer. Zeker, zeker. Dus de topsnelheid is 381 km per uur. Hè, dat kan toch tellen. Ja, in de jaren 90, hè. En ik moet ook zeggen, McLaren heeft die auto lichter gewijzigd, een langere staart opgezet. En ze hebben daarmee in 1995 de 24 uur van Le Mans gewonnen. Dus, met eigenlijk een auto die geen racewagen was in oorsprong. Ja. Dus dat is toch wel fantastisch. Dus niet alleen mooi om naar te kijken, er zit ook nog een verhaal aan. Absoluut. En ik vermoed dat dat voor alle andere auto's ook zo zal zijn. Er zal altijd wel een verhaal zijn. Zeker, zeker. Met andere woorden, er is meer dan genoeg te ontdekken hier in het Jubelpark. Dus ik zou zeggen, allen naar Autoworld. En Leo, zeg nog eens, van wanneer tot wanneer kunnen ze? Dus vanaf vandaag 17 december tot 23 januari. En dan is het helaas gedaan. Dus ja, ik zou zeggen, snel zijn is de boodschap. Absoluut. Ja, maar. Kom allemaal maar zeer snel naar hier. Tot de volgende. Dag. Iets minder tastbaar dan deze supercars, maar daarom niet minder interessant. Dus check zeker ook onze andere autovideo's op YouTube.